Goedemorgen. Hier nog stopverf in gedaan. De helft was weg. En de helft van dat heb ik gedaan, maar dat ga ik nu nog even verder doen. Ik heb hier nog even verder met sorteren en zagen. En dat is ook een beetje netjes. Wasmachine is gebracht. We hebben weer bezoek van honderden lieve eerbeestjes, net als vorig jaar. Het gaat weer kouder worden s'nachts, dus dan gaan ze weer een plekje zoeken om warm te blijven. Gezellig hoor. Oh, hier lag ze allemaal verzaagd. Dat ligt nu allemaal hier. Dat laten we nog een dagje drogen. Morgen wordt het 21 graden. En dat gaat allemaal verfikt worden. Lekker fik, hè, pyromaantje. Meow, meow, ah, meow.
Oh. Net even eindelijk Jimmy weggebracht als servicebeurt. En we moeten anderhalf uur wachten, dus we gaan lekker even ontbijten. Nee, Nem. Vind jij leuk toch? Verplaatsen en stapelen. Ah. Ja, ik ben keihard aan het schilderen. Kijk, het is de hele berg al weg. Bezig halen. Ja. Ja, Fellini. Kijk eens, man, wat een stapels hout we hebben. Wat een aanmaak houtjes. Nou, tussen deze twee hokken stukken maar leven. Dat is lekker. Dat is die kale kwijt. Zit hij gewoon hier. Maar een biertje verdiend. Want het is hier al aardig opgeruimd. En dat is dik gestapeld. Vind je lekker? Ja, het zonnetje gaat weg. Jammer hè. Zonde. Ik zat lekker een goulasje te pruttelen in de slowcooker. Want Ivo komt eten. Goedemorgen! Dikke hond, een beetje muur. Hoe is dat? Hoe is dat? Hoe is dat dan? Hey Jari! Hey! We gaan lekker lunchen bij Hedwig en Henri. Ga goed dat jullie? Ja. Jongen, jongen, jongen. Nou ja, wij zitten in ieder geval lekker te ontbijten hier, te lunchen. Ja, voor mij wel. Ja? Ja, ik was helemaal 12 uur. Ja. Krijgen we ook nog een lekker toetje. Oh, dat is best nodig. Rotto. Ja, we gaan voor de deur. Ik heb de deur niet uitbrengen. Wat heb je nou weer gedaan? Wat heb jij gedaan? Tot naar Sion.
donderse jongen. Hier. Oh. Ja, oké. Nou, gezellig. Oh. Gosje door, jongens. Nou, dat waren je pijlpinnen dan, hè? Ja, anders was het allemaal in de woonkamer, hier. Oh, man, man, man. Wat een flikkerende stof. Oh, joi, 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 joi. Gezellig. Wat een draak. Hé, hey, wat heb jij daar? Ja, hij zit er opgesleten, maar ik ga niet. Wat heb jij daar? Nou, ik zat hier dus lekker te schilderen in de schuur voor de tweede laag. Toen Chili dus van alles in te pakken had. Raampjes heb ik al gedaan aan de binnenkant. Het is nu de rest van de muren. Het heeft geregend net en het is ook pas 11 graden, bewolkt, maar het wordt straks gewoon weer 18 graden, volle bak zon. Hè? Wat jij? Ik duik nog even de schuur in, want dan ga ik het deurtje schilderen. Hier heb ik net de snoeren weer opgehangen. Die ga ik nog wel een beetje meeschilderen in dezelfde kleur van de muur, maar niet nu. Nou, het ziet er allemaal oké uit. Dus ik ga nu dit deurtje schilderen. Anderhalf uur gereden. Nee. We hebben weer een uur en 10 minuten gereden om lekker een hapje te gaan eten weer. Sushi! Yay! We gaan lekker sushi eten! Het is een cucumber en perfect. We hebben weer een verrassingsminuutje. Ja, lekker. Ja, echt geweldig. Hij komt met botjes. Ja, neem er nog eens een. Oh wow. So, what this one is a miso, it's a salmon. Salmon miso is grilled and marinated in a miso dressing. And on the bottom is a little iceberg lettuce with ginger dressing. Oh, I know. Long time you don't need ginger dressing, you don't make so. Yeah, good. Enjoy. Thank you. Fish. Champignon with fish. Nou, smerig geld. Echt zo smerig. Lekker. Baba. Moeten we daar nou weer mee? Ja, komt goed. Nou, we hebben visite. Maria is op visite! Hey. En die heeft een heerlijk taartje voor ons gebakken. Echt lekker. Pepernoten. Echt overal paddenstoelen hier. Nou, ik weet niet of ze te eten zijn. Zou leuk zijn. Maar over 2 weken hebben we een paddenstoelplukcursus. Oh, kijk eens. Oh.
Zoeken. Dus dat is leuk. Ik heb maar een klein stukje gedaan, want het is echt een hels karwei en niet alle steentjes lukken. Dus dat is jammer. Vandaag gaan we de leuke planken weer uit de kast trekken. Geer die gaat zich bezighouden met een kapstok in de hal, in allebei de hallen. En ik ga een schoenenkastje maken van dit hout. Ik ben toch geen schoenenkastje gemaakt, ja, want het was niet genoeg hout. Dus ik ben maar het huishouden gaan doen. Maar Geer is lekker bezig geweest. Andersom moet hier natuurlijk. Oh, ja, ik zit verkeerd om te filmen. Zo komen we ineens bij een bijenvorm.
paddenstoel geknapt. Oh! Even met Chili aan de wandel was. Hij heeft geen bijna de kapstok af. Helemaal leuk. Even de laatste druiven eraf. Dan gaan we nog lekker een druivensapje maken. Druiven is kaal. En wij hebben voorlopig even druivensap. We hebben hem even helemaal kaal gehaald, omdat Geer dan hier dat hokje nog kan stukken voor de laatste keer. En dan kan hij een keer geschilderd worden. Dan is dat ook een keer klaar. En ik ga de kapstok nog even in de boterlak zetten. Anders kun je even met je blote voeten hierin lopen. Ja hoor. Dat is pas als we wijn gaan maken. Oh, ja. Hè? Nee. Het is nu nog gewoon druivensap. Ja, mooie shine, hè? Drank. Ja, dat is nog geen drank, hoor. Dit is nog... Dit is het kinderspul. Opbrengst is 9 liter druivensap. Dit is de plek waar de kapstok komt te staan. Dus even dat oude verlepte schoenenrekje weghalen en dan kunnen we het weer gezellig opnieuw inrichten. Nou, we gaan weer even buurt bij Ivo. Nou, we gaan nog even bij Nandi kijken, want die is weer met iets heel leuks bezig. Niet je veranderen. Safety first.
Net naar Kapelsvaar geweest, maar daarna nog eventjes de kapstok neergezet. En Gerard had hem liggend gemaakt op de tafel buiten en hij blijkt gewoon wonder boven wonder helemaal waterpas te zijn. Hoe bijzonder. Grappig. Er komt nog een plankje onder, dus kunnen er 6 paar schoenen onder. Hartstikke leuk. Oh, ja. Oh. Baasje gaat even de laatste plankje in de kapstok doen. Geen energie. Geer heeft het hier nog een beetje leeg gemaakt. Dan ga ik het zo nog even schoonmaken. En dan kunnen we daar in de hoek erachterin nog een zootje hout kwijt. En hij is nu bezig om de moestuin onkruid vrij te maken. En hij wil de paden gaan betegelen met alle steentjes die we nog over hebben. We hebben ook nog heerlijk even genoten op het terras, want dat doen we ook te weinig. En ik ben begonnen met de schuur stofvrij maken. Want dan kan ik eindelijk de deuren gaan schilderen. Dus alles hier is nu weg, is lekker allemaal stofvrij. Dus gaan we dat maar doen, hè? En nog 2 posten moet ik nog schilderen. Dus dat. We hebben een specht in de boom. Dat maakt een beetje herrie. We zitten hier voor onze rust. Nou, Pepper heeft weer een muis gevangen. Gaat het? Zo. Ik
even met het randje af. Afwerkrandje. Nou, ziet er toch wel af van de... Ja, het ziet er mooi uit. Nou, dat is beter als die ja. Zeker. Likje verf nog. En klaar. Zo, als spreekt u met over het hek heen hier. Nou, hier worden de stenen vandaan gehaald. Weer verplaatsen. Weer verplaatsen. Vindt hij leuk, die jongen. Oh. Peppie, heb jij nou weer een muisje? Hey, heb jij nou weer een muisje? Is die dood? Er zat nog geen beschrijving bij, maar dat ding van Marjolein. Nee. Jammer. Doet hij het nog niet dan? Oh, dan kijk je keur aan. Hey, mijn borken. Dat is ook makkelijk. Lekker aan het knutselen. Jazeker. Deeltje verdient straks. Biertje verdient. Ja, maar je hebt het allemaal geleerd wel in de praktijk. De eerste wel, ja. Zeker niet de bedoeling van mij als. Ja, je moet je.
Is dat chili? Pak hem! Pak hem dan! Pak hem! Maar ik probeer hem dan af te leren en zo. The morning after. No, the morning after. Gewoon lokken. Het plankje zit er ook in. Haken moeten er nog aan. Maar hij moet nog even weg, want ik moet even al die posten nog schilderen. Die en deze post. Dus die ga ik nu weer verder met repareren. Nou, Peppe doet één sprongetje
En hij heeft alweer een muis te pakken. Hij was gelijk dood. Oké. Goedemorgen. Nee, dat is op de camera, maar Kees. Nou, we hebben de afgelopen dagen echt heel weinig gedaan. Echt heel weinig. We zijn moe, we hebben geen energie. Dus we hebben onszelf gisteren getrakteerd op een thermaalbadje, wat echt heerlijk was, lekker ontspannen. En vandaag komen ze 3 airco's ophangen. Dus dat is prettig, want dan hoeven we niet alles met de houtkachels te doen. En nou, het is in de zomer ook wel lekker als het dus tegen de 40 graden is en je kan hem een beetje koelen, want het was hier op een gegeven moment 28 graden in huis. Is niet lekker, ook niet voor de beestjes. Dus we zijn blij dat ze komen te hangen vandaag. En dan hopen we dat we snel weer een beetje energie krijgen om leuke dingen te gaan doen. Want waar we nu mee bezig zijn, dat is echt niet leuk. Ik ben bezig met al het voorwerk voor de posten te schilderen. En dan moeten de deuren allemaal. En echt niet leuk.
Gerrit is bezig met moestuintegeltjes erin leggen, maar dat is ook een drama. Dus die gaat alles er weer uithalen en hele stenen erin leggen. En zo blijven we lekker bezig. Maar nou, we hopen dus dat we gauw minder geestelijk moe zijn en lichamelijk, want het slaat door. En dan hopen we een wat spectaculairder filmpje te krijgen. Vandaag komen ze de drie airco's ophangen. Heel blij mee. Hij rijdt zo even zijn bus naar binnen. En Geer die gaat heel gezellig met Ivo een dagje naar Boedapest. Vanavond naar een concert. En ik blijf thuis bij de airco-boer. Gezellig hoor. Nee, ze blijven er een nachtje slapen. En dan morgenmiddag weer terug. De airco's en de units zijn binnen. We zijn begonnen in de slaapkamer. Ze willen trouwens niet gefilmd worden. Maar hier komt hij straks uit. Ja! Zal je een beetje op hem letten? In Boedapest? Ik heb helemaal van de zon. Nou, doe maar op hem. Hè? Wat vind jij ervan? Ja, het zie je kan. Het zie je kan. Ja, ja hoor. Voor je? Nou, veel plezier, mannen. Jo, heel lekker. Denk ik ook. En je weet het, 2 biertjes de man, hè? Ja. Nou, de eerste hand. Ze zijn nu met de buitenunit bezig. Hier hebben ze ook nog een heel ding naar buiten geboord. Dus dan krijgen we ook aan de buitenkant nog een kastje. En die komt dan daar te hangen. Boven de keuken zit er ook al eentje met de voorbereiding. Ik ben net even nu met de hond even wandelen. In de keuken hangt hij ook al. Ik vind het gruwelijke ding om aan je huis te hangen. Maar ja, met die hete zomers hier is het best prettig. En we hebben ook geen verwarming in deze slaapkamer hier, dus dan is het toch ook wel lekker. Woonkamer hangt hij. Hij is nu nog bezig met de unit daar. Aan de buitenkant. Ho. In de keuken hangt hij. En in de slaapkamer hangt hij. Leuk! Ik vind het goed. Hartstikke gezellig pilsje drinken. Beetje tevreden, een beetje bier. Kleintje pils. Gezond. Lus jij dat wel? Ik word gedwongen. Ja. We hebben zo'n langharig teug zeker. Ja. Ik heb nu een borreltje genomen. Ja.
Ah, dat is wel een verschil. Ah, die voor jou links was wel 0.0. Gelukkig wel. Dat zijn mijn handschoenen. Ga je eten, Wajers? Oh ja, oh, boterham met kaas. Boterham met kaas. Altijd goed. Schinse pony. Maakt niet uit. Pils. Ja, schat. Ik eet ook. Ik drink niet alleen. Ja? Volgens mij heb ik 2 hoofdgerechten besteld. Hartstikke leuk winkeltje. We gaan proeverijen doen. Hartstikke leuk. Nou, Geer, wil je een wijntje? Tuurlijk, witte. Ja. Ik niet, gewoon bier drinken. Gek. Hé, hey, scheidsrechter. Ik zie hier helemaal geen kerstmarkt. Nee. Die zijn wel voorbij gelopen. Dat was een heel klein kerstmarktje. Heel klein. Heb je nog pils? Ik ben Geer kwijt. Oh nee, toch niet. Hebben ze hier pils? Dat is toevallig. Dat is wel toevallig. Maar hebben ze hier wel pils of niet? Sure. Sure. Halen op het goede moment. Gezellige avond. Hey, heb je soms bier? Dat is toevallig. Waar heb jij nou weer met je kop in gezeten? Laten we eens kijken. Chitori. Chili. Kale baas is ook weer thuis.
uit Budapest. Zie ja. Nou, we super mistig. We hebben eigenlijk helemaal nergens geen zin in. Maar we moeten even houtmanagement gaan doen. Dus daar staat al een kruiwagen. En we hebben er net eentje geleegd hier op de veranda daar achterin. Dus we gaan dat even opstapelen. En dan hoeven we niet iedere keer daarheen. Want Geer is nu de volgende kruiwagen daarachter in het hok uit het hok aan het halen. Zelf maar weer naar buiten gesleept. Geri gaat weer verder in de moestuin. Die gaat de paden weer recht trekken. Zodat hij ze straks in één keer allemaal kan bestraten. Morgen onze eerste Hongaarse les weer gehad, sinds 2,5 maand. En alles weer vergeten. Alles. Alles werd opnieuw gedaan. Alles. Nou. Echt, werkelijk waar, alles. Droeven. Dat is alles in het Hongaars. Minden. Minden. En net ook 2 cakeblikken gekocht. Want gisteravond hebben we voor het eerst een deeg gemaakt om brood te bakken. Dus de oven staat lekker voor te verwarmen en dan gaan we het straks proberen in de oven te gooien om een keertje brood te bakken.
willen echt huiswerk maken hoor, serieus. Maar dat gaat niet, hè. Net met Peppe naar de dierenarts geweest. Want die had dus een hele grote wond aan zijn achterpoot. En daar hebben ze schoongemaakt met jodium. Twee antibiotica prikken gekregen, maar hij is niet happy met zijn kapje. Wat logisch is. Nee, we hebben geen kant op. Nee. De kat was natuurlijk een drama voor de beest. Dus we hebben zijn poot maar ingetaped. Alleen, dat vindt hij ook niks. En hij mag een week niet naar buiten, dat vindt hij helemaal niks. Maar dan hoeft hij in ieder geval die kap niet op, want het gaat er in principe alleen maar om dat hij niet eraan likt, aan die wond. Dus als we dit zo kunnen doen, dan is het goed. We hopen dat hij blijft zitten. Ja, en omdat hij bij die kat niet werkte, hebben we er maar eventjes bij Gerard om gedaan. Want dan kan ik tenminste niet gewoon doordrinken. What the fuck? Beter.